Ik sta hier op een zestal kilometer van de frontlijn in Donetsk, Oost-Oekraïne. En zoals in elk gewapend conflict zijn het in de eerste plaats de burgers die de grootste slachtoffers zijn. Het zijn hun woningen die vernield worden. En afgelopen zomer vielen opnieuw tientallen burgerslachtoffers bij een heropflakkering van het geweld. We zien de gevolgen van dit conflict met onze eigen ogen en we bezoeken met een delegatie ook enkele humanitaire projecten die onze lidstaten en de Europese Unie hebben opgezet. Het leert in elk geval opnieuw dat politieke meningsverschillen moeten worden uitgepraat, niet worden uitgevochten.